Strijders, het is dinsdag en dan weet je het inmiddels. Dan komt er een nieuwe video van Flappy en zijn strijders. Flappy strijders. Alleen is het enige probleem dat ik die video alleen op maandag of dinsdag kan maken. Namelijk na de Weekend League. Ik ga een Weekend League kwalificatie toernooitje doen. En wel voor woensdag als de nieuwe informste zijn. En ik ben maandag, dinsdag, woensdag nu. Daar zit ik nu in Litouwen voor een toernooi. Dus moest ik even creatief zijn nu. Er zit toevallig ook geen enkele Eredivisie-speler in het afgelopen team van de week. Dus het team zou ook niks anders zijn dan... Tijdens de eerste aflevering. Ik heb gelukkig zondagavond een uitnodiging gekregen van Bassie. Helemaal aan het eind van de livestream. Dat zal lang niet iedereen hebben gezien. Ik ging natuurlijk spelen met het team van Flappy. Want ik wist, ja, dan heeft Bassie nog een klein beetje kans. In de spits natuurlijk, zoals altijd, Daily Blind. Dat is de enige andere speler ten opzichte van het team dat jullie kennen. En Flappy. Daily Blind en Flappy in de spits tegen Bassie. Ga checken. Het is niet de video die je normaal gesproken vanaf nu weer elke week gaat zien. Maar het is wel Flappy aan het shinen met zijn strijders. Oké. Ik moet mentaal gewoon sterk blijven. Is ook zo. En ik vreeg van Koen Weiland. Van wie? Van Koen Weiland. Ah, oh, Koen Weiland. Van de focus, come on! De fucker heb je Koen Weiland. Strijders! Het is voor mij veel belangrijker dan die hele Weekend League eigenlijk. Oh. Nee. Pingel. Wat? Ja. Nee! Bassie, je weet dit. Ah, donder op man, je weet dit toch? Ik word altijd genaaid, jongen. Fuck op man, wat is dit? Ik word altijd genaaid, zeg je. Wat is dit? Bassie, je ziet toch dat Flap er gewoon bij komt? Je laat hem uitkomen terwijl ik gewoon als spits erbij, Bas. Ja, ze hebben ook aanvoerder gemaakt, die maf. Oh, echt. Zo had hij mijn Arie gemoord, hè? Oh, je hebt even nog... Wie heb je er nog ingegooid? Ronaldo. Ah, oké. Okay. Niet verkeerd. Oh, Basie Bas. Wat een figuur. Oh! Hoe vind je het zelf gaan, Bas? Wil je groot smerige rotback dicht houden? Ik kom Weiland, jongen, echt zo voorspelbaar. Dat is dan iets voor de naam. Ja, ik vind het maar een treurig verhaal. Bassie stand. Oh, dit is jammer. Dit is wel jammer hoor. Ja, dit is jammer. Tuurlijk! Wee! Hey Bas, ik weet het nog ooit. Wat? Ze durven ze inderdaad nooit te maken, maar nu wel. 1600 man zijn nu nog geïnteresseerd op dit tijdstip in Weiland tegen Van Velsen. Iedereen was geïnteresseerd erin. Ik daarom probeer ik ook mijn best te hopen voor die kijkers natuurlijk. Ja, ik ga even gas. Oh. Locadia. Flap. Locadia. Daar is ie. Moment. Boom. Tuurlijk. Come on. Oh, ben je naar zegt hij tegen mij, of ben jij een nare vent? Wat ben jij ook een figuur, Bassie, echt. Zo kan je niet zijn. Neres. Ja, la 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 la. En Flappy krijgt er eentje ook. Het is 3-1, ja, ja, la. Oh, Flap. Bassie, weet je wat ik het mooiste vind elke keer? Ik vind het mooiste dat jij wel altijd oprecht weer het geloof hebt aan het begin van zo'n pot of begin van zo'n tweede helft, dat het goed komt. Ja, het is zo mooi dat jij wel echt oprecht dan weer teleurgesteld kan zijn als ik dan score. Vind ik zo mooi. Oh. Kijk, dit houdt dus ook weer. Ik tweede bal, hand op man. Ja, doei. Bas, dat komt doordat ik zo'n aanvallende formatie heb. Nee, dat komt met e-sport. E-sport worden altijd... Als je geen e-sport bent, dan moet je benaderen. Oh, dit is slecht geval. Nou, maar je moet het een keertje afstraffen, Basie. Doe het. Ronaldo, schiet nou een keer anders. De licht. Ja, nu krijg je de licht tegen, dan weet je. Dan wordt het weer gevaarlijk. Wat donder toch echt neer. Ah nee, heb je nog geluk ook, hè? Dat weet je ook. Wat? Geluk? Nee, maar ik moet niet over geluk praten, want ik ben eigenlijk gewoon veel beter. Dus ik heb zo'n zin in die statistieken na de wedstrijd. Hij is los, Bassie. Deze moet je maken. De druk ligt op je schouders. Jongmin Son. Oh, dit is... Kom maar, hou je bek nou eens, jongen. Dit is toch niet normaal. Oh, echt. Door die kussen en voel ga ik twijfelen. Jongen, wat ben jij toch makkelijk te beïnvloeden? Godverdamme, zeg. Is het al voorbij? Nee, de lijn is weg, nu nog heel even, Bas. Ik klik. Rood. Ah, fuck.
Ja, Fries. Sorry. Oei, oei, oei. Dit is niet normaal. Neres! Oh, geluk. Doei, met je Neres. Hoi. Kerel, kerel. Bassie. Bassie. Hou het heel fijn. Fuck! Kan niet. Oké, Bassie. Je gaat gewoon moeten scoren met de zon, man. Gek. Bassie, bedankt voor het spelen. Ja, doei. Dit is toch een mooie. Oh. Maar Bassie. Yeah, Bassie, één ding. Ja. Slaap lekker. Ja. Oké. Ja, dat was dat. Natuurlijk gaan we wel weer nadenken over welke in vorm zou de Eredivisie nu misschien bij kunnen komen. En daarvoor hebben we gekeken naar de allerlaatste speelronde. En er zitten twee spelers bij van Bassie's club PEC Zwolle. Dat zijn Mustafa Saimak. Twee doelpunten maakte hij tegen Willem II, waardoor PEC alsnog met 3-2 won. En Erik Bakker. Doelpunt en een assist van PEC Zwolle. En Erik Bakker had 76% van zijn passing goed. 5 van zijn 7 lange ballen kwamen aan, wat best wel bijzonder is. Daardoor extra kansen voor hem. Als hij een in vorm krijgt, dan moet zijn passing sowieso zwaar omhoog zijn gegaan. Ook bij de voorspellingen zit de mogelijke in vorms Masop van Excelsior. Heel belangrijk voor Excelsior in die wedstrijd die ze met 2-0 wonnen. Doelpunt en laat in de wedstrijd ook nog een assist op Elbers. En dus zou ook Masop zomaar een in vorm kunnen krijgen. Nummer 4 is Dylan Vente van Feyenoord. Zijn debuut voor Feyenoord. Hij scoorde en gaf 2 assists. Feyenoord won natuurlijk met 7-0 bij Sparta. De laatste is toch echt iemand van Ajax, namelijk Lasse Schöne. Scoorde een penalty, is nu clubtopscorer van Ajax met 8 doelpunten en heerst op het middenveld tegen AZ, want hij won ook nog eens 14 van zijn 18 duels. Dat zijn mijn 5 voorspellingen voor een nieuwe inform. Laat me vooral weten wie jij op basis van de afgelopen speelronde een inform gunt, of wie van wie jij denkt, of van wie jij denkt dat de kans heel groot is dat ze een inform gaan krijgen. Laten we in elk geval hopen dat er een Eredivisie speler bij komt, zodat Flappy's strijderteam, teamstrijder van Flappy, toch wel weer even uitgebreid kan worden. Thanks voor het kijken. Even een ander soort video. Volgende week gewoon vanuit de studio. 4 wedstrijden in de Daily Knockout. Bassie, jij bent voor het spelen. Adios.